Hi, ik heb van de week iets nieuws binnengekregen en dat zijn de Crest White Strips, de 3D versie, want je hebt verschillende varianten. Ik heb er al heel veel over gelezen op het internet, maar ik ga ze ook testen. Waarom? Ik twijfelde eerst heel erg, omdat er twee dingen zijn. Ik zag reviews, maar van meiden die echt al hele witte tanden hadden, zoals Serena. Leuke review, maar come on, je hebt gewoon echt al een Hollywood smile van jezelf. Nou, ik heb dat echt niet. Ik heb echt wel gele tanden. En wat ik ook heb is hele gevoelige tanden. En ik las dat veel mensen last hadden van gevoeligheid. Dus ik dacht, ja, dat wil ik wel graag testen. En ik denk dat ik het toch anders kan reviewen. Ik ga je vandaag even laten zien hoe je ze aanbrengt. En wat ze precies doen. Zo'n setje is een kuur van 2 weken. Moet je elke dag boven en onder een doorzichtige strip voor 30 minuten op je tanden laten zitten. En na 2 weken ben je klaar, is je kuur afgelopen. Kost €55 en dan heb je witte tanden. €55, nou, is natuurlijk niet echt goedkoop. Maar als je het even vergelijkt met een professionele behandeling, is het vele malen goedkoper. En als je hetzelfde resultaat bereikt, dan denk ik dat het toch wel een heel goed alternatief is. Nou, er zitten dus 2 strips in, voor boven en voor onder met gel. En dan moet je even met een spiegeltje opdoen. Oké, en dan heb je hier deze strip voor boven en deze kleine voor onder. En het beste moet je, doe je er een spiegel bij. Wat ik las trouwens, als het de gel op je handen komt, dan kunnen ze wit kleuren. Leuk! Wat ik van Teske hoorde is dat, je praat heel gek. Van Teske hoorde ik, en wat ik ook heb gezien bij haar, is dat zeg maar de... echt bij de groepjes, zeg maar, erboven en zeg maar echt langs de randjes van je tanden, dat het daar nog wel wat geliger was. Dus ik probeer hem daar extra goed even aan te drukken. Want ik heb vooral ook echt dat ik daar geen tanden heb. Oké, en dan de strip voor onder. Oh jongens, wat is dit? Ik voel me nou echt... Die spiegel die ik heb is echt zo onhandig. Even een tip. Ik had heel veel speeksel onder zitten omdat ik aan het praten was. En dat ging dus tegen die strip aan. En toen bleef ze niet meer plakken. Ik heb nou boven en onder de strip zitten. Let wel op dat je echt je mond helemaal speekselvrij is. Anders kan het gel van de strip afgaan en dan blijft hij helemaal goed plakken. En dat is allemaal gedoe. Nu ga ik het 30 minuten erop laten zitten. Nou, ik heb de strips eraf gehaald. Ik moet wel zeggen dat het echt stevig vast zit. Ik moet het best wel los trekken, dat had ik niet verwacht. Mijn tanden voelen nu heel glad aan. Ik heb helemaal geen nasmaak of iets dergelijks. En dat vind ik wel heel prettig. Nou ja, goed. Ik kan natuurlijk nu nog helemaal niet vertellen of het resultaat goed is of niet. Mijn tanden zijn nog net zo geel als hiervoor. Maar over 14 dagen, dan laat ik het jullie weten. En als je ze al wilt bestellen, dan kan het op crestwhiteschips.nl. En een uitgebreide review zal dus ook in een video volgen. Omdat dat handig is voor de mensen die mij alleen op YouTube volgen. Dan weet je hoe het afloopt. Nou goed, tot over 2 weken.